Nogmaals, sorry dat het zo uitliep vandaag. Ja, oké, geef niks. Dankjewel. Dag. Dag. Wat doe jij nou hier? Het ziet er mooi uit. Verrassing. Ik ben niet echt heel erg in de stemming voor verrassingen. Ook niet als ik zeg strand, vuur en champagne. Hey, wat is er? Het is gewoon dat nummer. Als ik dat hoor, dan moet ik altijd huilen. Nou, laat mij opvrolijken dan. Hé, ik beloof jou dat ik je de avond van je leven ga zoeken. Waarom zeg je niks? Is er iets gebeurd? Wat is er? Wat fijn om te horen dat het zo goed met je gaat. Ja. Ricky happy. Voor je vijfde taxi. Leuk om de tent te runnen nu je even is. Klopt allemaal, nou. En je broer is er vandoor met je vrouw, maar daar was je al overheen. Nout. Luister naar je meisje, kappen nu. Nee. Je houdt van haar. En zij houdt van jou, dus doe er wat aan. Zij houdt van hem? Ja, sorry hoor. Maar Charlie ligt as we speak te interfacen met Danny. Nee, Danny is spannend. En hij maakt werk van haar, maar ze houdt van Rick. Danny is je vriend. Ja. En daarom wil ik niet dat zijn hart wordt gebroken door een vrouw die liever bij iemand anders wil zijn. Waar haal jij die wijsheid vandaan? Ik heb een heel hoog EQ. Het is evenmiddag zelf. Okay, deze discussie is volslagen zinloos. Charlie en ik zijn verleden tijd. En okay. Terecht. Nou, je moet het zelf weten, maar je krijgt er spijt van. Ik heb er spijt van dat ik met haar getrouwd ben. Jij en Charlie, jullie horen gewoon bij elkaar. Ik kan het niet anders zeggen.